Ja, beste luisteraars, welkom bij het programma Wel Geïnformeerd. Paneldiscussieprogramma vanavond aanwezig Wesley Amsant en Krishna Salekram. Ik geef het woord aan Krishna. Dankjewel, Iwan. Luisteraars, goedenavond en welkom bij deze aflevering van Wel Geïnformeerd. Vanavond hier aan tafel, Dr. Anders Wesley Amsant. Wesley, welkom. Goedenavond, luisteraars. Goedenavond, Iwan. Goedenavond, Krishna. Wesley, we gaan zo meteen praten met de heer Dennis Belfort. De heer Belfort is van het overkoepelend orgaan bestrijding AOW gaat Suriname, Surinamers en ex-koninkrijksgenoten, afgekort HOOP, H-E-E-B. En de aanleiding, de directe aanleiding voor ons gesprek is dat in de Tweede Kamer op donderdag aanstaande 24 september het zogeheten AOW-gat wordt besproken. Je weet dat Surinamers die na hun 18e hier zijn gekomen elk jaar 2% verliezen van de AOW. Dus uiteindelijk hebben ze geen 100%, maar ja, soms 80, soms 90%, want je begint het op te bouwen vanaf je 15e. Ja. Vanaf je 15e jaar. Vanaf je 15e. Dus dat kan behoorlijk oplopen voor een aantal mensen. En op de 65e dan heb je dan de 40. Of nee, wat zeg ik dan? Een 50 jaar. 50 maal 2 is dan 100%. Ja. 50 maal 2%. Boven van 2% op jaarbasis. Mm-hmm. Goed, als het goed is, hebben wij de heer Dennis Belfort aan de lijn. Goedenavond, meneer Belfort. Goedenavond, medewerkers van Tamara en meneer Krishna Salekram. Ja, meneer Salekram. Ja, en hier en mijn collega Wesley Amsant. Wesley Amsant, goedenavond. Ja, goedenavond. Meneer Belfort, even voor een goede orde. We gaan zo meteen praten over die kamerbijeenkomst, die kamervergadering van donderdag aanstaande. Maar eerst iets over het AOW gaat. Trouwens, ik heb het al in de inleiding gezegd. U bent van het overkoepelend orgaan bestrijding AOW gaat Surinamers en ex-koninkrijksgenoten. Dat klopt, hè? Dat is helemaal juist. Ja, dat is helemaal juist. Ik ben voorzitter van HOOP. Afgekort HOOP. Ja. En dat AOW gaat, het is zo dat iemand die in Nederland woont, geboren en getogen is, die bouwt vanaf zijn 15e levensjaar elk jaar AOW op. En ja, gaat je door? Ik luister naar u. Ja, en voor de mensen die op latere leeftijd aan Nederland zijn gekomen, bijvoorbeeld Surinamers, daar geldt dus dat elk jaar vanaf je 15e dat je niet gewoond hebt in Nederland, gaat er 2% af, hè? Ik ga eerst recapituleren op wat u heeft aangegeven. Ja. Inderdaad, vanaf 15 maart 1990 is het zo dat een ieder die in Nederland woont, ja, met er woon gevestigd is, dus hier geregistreerd staat als hier te wonen, vanaf zijn 15e AOW-rechten opbouwt. Maar er is een grote maar, u ziet, ik zeg maar, er is een grote maar, en dat heeft te maken met in 1956 is de AOW bij wet vastgesteld. En de implementatie vond plaats in januari 1957. En die wet van 1956 te vinden in Staatsblad 281 van 8 juni 1956. Mm-hmm. Het heet de wet van 31 mei 1956. Ja, in die wet, die authentieke wet, in dat staatsblad staat geschreven dat een ieder binnen het Rijk, dus althans in artikel 2, om in aanmerking te komen voor de uitkering van de AOW, moet men met er woon in het Rijk gevestigd zijn. En het Rijk is niet alleen Nederland. Ik breng u dan een stapje verder terug. Ja. In 1954 heeft Nederland zich doen opgaan in het Koninkrijk der Nederlanden. Ja. Nederland was een staat. De staat Nederland was er tot 14 december 1954. Ja, en vanaf 15 december 1954, dan is Nederland
opgegaan samen met Suriname en de Nederlandse Antillen in de nieuwe staatsvorm, het Koninkrijk der Nederlanden. Ja. Dus Nederland is geen staat, we gaan niet meer praten over onderdeel van Nederland of de Nederlandse regering. We gaan praten over wat het Koninkrijk der Nederlanden, die staat, Suriname heeft aangedaan. En dan verder op uw vraag, voortbordurend, is het dus zo dat met die wet van 1956, de AOW, ja, ieder binnen het Koninkrijk rechten heeft opgebouwd. Voor de mensen in Suriname is dat tot en met 24 november 1975. En de mensen in de andere koninkrijksdelen buiten Nederland, ja, ja, en waar Suriname al eruit was, tot en met 14 maart 1990. Okay. Waren ze in het Koninkrijk der Nederlanden en hebben ze rechten opgebouwd. Ja? En vanaf 15 maart 1990 is in de wet veranderd dat je in Nederland moet wonen. Oké. Okay. En ja. Is het niet zo dat toentertijd, in 1965, er ook besloten is dat de overzeese rijksdelen, dus de Antillen en Suriname, zelf een voorziening zouden treffen ten aanzien van een AOW? Niet ten aanzien van een AOW. In artikel 3 van het statuut staat dat de overige, ja, de overige landen in het Koninkrijk voor wat betreft sociale zekerheden, ja, ja, zelf hun maatregelen mogen treffen. Maar we moeten niet in de war brengen dat artikel 2 van diezelfde wet, ja, artikel 2 van de wet van 1956, praat over het Rijk. Ja, ja, ja. En er is nergens, zowel in het statuut als toen in die wet opgenomen, dat met het Rijk, zoals het allang tot aan nu door de Nederlandse politiek wordt gebracht, dat het Rijk alleen Nederland is. Laat men ons aangeven in welke memory van toelichting, want in het statuut heb ik het niet gevonden, in welke memory van toelichting of in welk convenant het is opgenomen, dat wanneer men praat over het Koninkrijk der Nederlanden, dat het gaat om de landen binnen het Koninkrijk, mm-hmm, en wanneer men praat over het Rijk, ja, dat het gaat om alleen Nederland voordat het was veranderd of is veranderd in 1990. Laat men tot aan 14 maart 1990 op de proppen komen met schrifturen waarin het staat vermeld dat het Rijk alleen Nederland is. Oké, okay, en dat betekent dat mensen die nu in Suriname wonen, ja, en na de onafhankelijkheid dus ook, ja, daar zijn blijven wonen, dat ze, ja, over de periode vanaf 1965 tot 1956 toen de wet inging, ja, 1956. Ja, tot en met 24 november 1975 aanspraak kunnen maken op AOW. Niet kunnen aanspraak maken op het percentage dat ze hebben opgebouwd in het toenmalig rijksdeel Suriname. Ja. Ze maken gewoon aanspraak. De wet is nou helemaal duidelijk. En om nadruk te leggen op het woord rijk en rijksdeel, in 1945 heeft koningin Wilhelmina de rijksgenoten uit Suriname en de Nederlandse Antillen bedankt, ja, voor hun inzet, ja, in de strijd tegen de bezetting van Nederland. Ja. Toen bestond het statuut nog niet. In 1953 heeft koningin Juliana de rijksgenoten, ja, in Suriname bedankt. U kent zeker de maandagstand die wij nog steeds, het staat op vele scholen nog, Ja. Na de watersnoodramp in Zeeland, ja, ja, hebben mensen uit Suriname elke maandag een cent gezet, of wat als de kinderen. Ja, en kleding en eten werd gestuurd naar Nederland. In 1953 heeft koningin Juliana, ja, de mensen, de rijksgenoten uit Suriname bedankt. Ja, ja. Bedankt voor hun steun aan Nederland en in deze aan Zeeland, ja, die ze gegeven hebben. In 1956, na instelling
vanaf goedkeuring van de wet heeft koningin Juliana een bezoek gebracht aan Suriname. Ja? Dus dit is allemaal na statuut zelf. En ze heeft de rijksgenoten in Suriname bedankt voor de warme ontvangst en warme verblijf. Dus als men nu praat over rijk alleen Nederland, ja, dan dat wil zeggen dus dat de koningin, ja, of dat de kroon, want ook al zijn zij er niet meer, het is de kroon die het heeft gezegd, dus het is ook wel gezegd door de huidige koning. Ja. Ja? De kroon heeft toen dat gezegd, dat wil zeggen dus dat men, dat de kroon zomaar iets heeft gezegd. Dat de kroon zomaar het rijk, ja, op die wijze heeft verwoord. Ja, ja. Meneer Belfort, ik ga een stapje verder en nu wordt het een beetje ingewikkeld. Dat betekent dat, wanneer we deze redenering volgen, dat Surinamers die zich naderhand, dus na de onafhankelijkheid, in Nederland hebben gevestigd. Ja. Dat betekent dus dat zij, niet alleen dus vanaf 1965, indien ze al... 56. Ja. Indien ze al 15 jaar waren. Ja. Dus dat betekent dat ze over die periode, tot en met 24 november 1975 recht hebben, plus nog vanaf de periode dat ze zich in Nederland hebben gevestigd. U heeft het helemaal zuiver gezegd. Ja. Er is niks daar tussenin te brengen. Het is helemaal zuiver gezegd. Ja. Maar erger nog, er zijn mensen die nooit anders hebben gewoond dan in het Koninkrijk der Nederlanden. Ja. Ja. Mensen die voor de onafhankelijkheid zelf vanuit Suriname naar Nederland zijn vertrokken. Ja? Ja. Ze hebben nooit anders dan in het Koninkrijk der Nederlanden gewoond. Van het ene koninkrijkdeel naar het andere. En de mensen worden gekort voor dat deel dat ze hebben opgebouwd buiten Nederland. Ja? In 1990 wordt er een wet ingesteld, althans een ministerieel besluit. Ja, wordt aangeslagen om artikel 2, de woorden het rijk, ja te vervangen, te verwijderen en te vervangen door het woord Nederland in de AOE. Ja, en dat met terugwerkende kracht, gewoon naar 1955 toe. Terwijl er een bestuursbesluit is dat aangeeft dat bij veranderingen wetgeving gunstige bepalingen worden toegepast. Met andere woorden, rechten die je toen al had, verlies je niet. Ja. Je verliest die rechten niet. Maar met deze wet heeft men gewoon gedaan om de rechten van, vooral in dit geval hebben we het meer over de Surinamers, maar ook de mensen uit de voormalige Antillen, u hoort mij zeggen voormalige Antillen, omdat officieel bij wet vanaf 2010 de Nederlandse Antillen niet meer bestaat. We hebben de BES-gebieden, de BES-eilanden, die zijn een onderdeel van Nederland. Ja, Caribisch Nederland en de andere drie landen, die hebben status apart binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Ja, dus u ziet, die zijn allemaal weggevaagd, ja, met die wet van, met het staatsbesluit 129 van 1990. Ja, waar men het Rijk heeft verwijderd en Nederland daar heeft geplaatst. Ja. Kunt u begrijpen? Kunt u zich voorstellen wat voor rechtsongelijkheid, ja, en wat voor discriminatie, misschien zelfs moedwillige, kwaadaardige handeling, misleiding van de kroon, want de kroon heeft dan getekend dat het staatsblad kon worden uitgevaardigd, ja, en dan is de kroon daar misleid, in de persoon van de gerespecteerde toen koningin, huidige prinses Beatrix, ze zijn misleid door deze beleidsmakers. Ja, ja. Als ik even mag, want er zijn ook meerdere excessen op te noemen, hoor. Ik weet bijvoorbeeld dat een Surinaamse militairen die in het Verre Oosten gevochten hadden voor Nederland, toen ze hier naartoe kwamen, dat ze geen enkele vorm van ondersteuning kregen, dat ze ook geen uitkering kregen en dat ze zelfs het land moesten verlaten. Helemaal. Schandalig. Ja, helemaal. U begrijpt hoe de dingen gaan. Dus het is zodanig discriminator. Ja? De discrepantie die is gebracht is niet alleen maar een vertroebeling van wettelijke regelingen, ja, misleiding, maar het is moedwillige, kwaadaardige discriminatie. Ja, en
voordat we gaan praten over de kamerbijeenkomst komende donderdag, er is nog iets over de aanvulling die mensen krijgen op hun AOW. Mensen die dus geen volledige AOW hebben, kunnen een beroep doen op de bijstand. Met allerlei restricties van dien. Ja, met allerlei. Kunt u daar iets over vertellen? De bijstand heet dan AIO. Dat wil zeggen dat een ieder in de AOW-gerechtigde leeftijd, want niet ieder die met pensioen is, maar een ieder in de AOW-gerechtigde leeftijd, ja, zoals het nu geldt, als hun pensioen, voor zover ze een pensioen hebben opgebouwd, ja, of hun AOW niet genoeg is en nog onder de bijstandsnorm komt, kunnen ze een bijstandsaanvulling aanvragen. En dat is die AIO. Aanvulling inkomen ouderen. Maar die heeft een heleboel restricties. Die heeft een heleboel regels. Ja? Ja? En die regels zijn onder andere, je kan niet langer dan 6 weken buiten Nederland zijn. Dus je kan niet op vakantie gaan, 2 weken in Duitsland, 2 weken in België en dan een week in Suriname en dan weer een week in Antalya. Want als je langer dan die 6 weken bent, dan moet je opnieuw een AIO aanvragen en dan moet je komen aangeven hoe je aan dat geld bent gekomen om 6 weken in een jaar op vakantie te kunnen gaan. Je mag geen deelgenoot zijn in een boedel. Je mag geen enkele vermogen hebben, tot een bepaald bedrag. Ik denk het is tot het bedrag boven 26.000. Ja? En als je bedenkt dus dat vele van ons eigenlijk deelgenoten zijn in boedels van families, ja, dan zou men eerst willen, je moet die boedel gaan opgeven. Ja, en dan gaat men de waarde van die boedel schatten. En dan moet je die waarde eerst gaan opmaken. Wel, ik kom uit een gezin van 14. Ik zie me al dat huis van mijn ouders, waarvan ik nu weet dat het al een waarde heeft van boven 114.000 euro's. Dat ik op mijn broers en zussen ga zitten van verkopen. En niet alleen mijn broers en mijn zussen. Ik heb kinderen die allemaal boven 18 zijn. Ja, en dat van mijn zus en mijn broers, die allemaal moeten komen tekenen. Verkopen, want ik moet de AIO aanvragen en ik moet eerst dit opmaken. Ja. Begrijpt u dus die restricties? Meneer Belfort, het debat vindt donderdag aanstaande plaats. Heeft u nog contact gehad met een aantal politieke fracties in de Tweede Kamer? We hebben hier en daar gesprekken en in de komende dagen ook, ja. Uit EGAD zal ik niet precies gaan noemen met wie en wie we willen met zo, maar die gesprekken zijn er. Wat ik wel kan meegeven is dus dat wij alle leden van de commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid een paper hebben gestuurd waarin wij het wettelijk kader voor ze hebben uitgeplozen. Ja. En wij hebben ook een brief in antwoord op de brief. Of de reactie dan. In reactie op de brief, want we hebben de minister niet geantwoord, maar we hebben in reactie op de brief van 19 augustus, afgelopen 19 augustus, die minister Koolmees naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, hebben wij een reactie gestuurd waarop wij puntsgewijs hebben gereageerd op alles wat de minister heeft aangehaald met verwijzing naar de wettelijke regelingen die gelden binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Ja, het is wel zo dat de regering die de juridictie voert over het Koninkrijk der Nederlanden in Nederland gevestigd is en tegelijkertijd ook de regering van Nederland is. Het is zo dat de domicilie van de koning van de kroon in Nederland is, maar dat maakt Nederland niet alleen tot het Koninkrijk. Want anders heeft de koning alleen maar Nederland, dan moet hij voortaan niet meer gaan praten over de andere dingen. Het koninkrijk is veel breder dan Nederland. Dat de regering hier zit, wil nog niet zeggen dat alleen hier het rijk of de koning of het koninkrijk is. Meneer Belfort, is het een plenair debat of is het een commissievergadering van de Tweede Kamer? Het is zoals het is aangegeven, is het een plenair debat. Oké. Okay. En we roepen dus, als ik meteen de overstap mag maken daar naartoe. Ja, gaat u nog niet zover. Gaat u gang. Nee, omdat ik vroeg me even af, omdat u alleen de leden van de commissie, sociale zaken, maar ik heb zoiets van, als het een plenair debat is, zou u dus eigenlijk alle leden van de Tweede Kamer een brief moeten sturen hierover. Nee, en daarvoor is die brief naar de voorzitter van de Tweede Kamer gestuurd. Ja. De brief waarop wij hebben gereageerd
op die brief van minister Koolmees. Dus er was daarvoor, vorige week, twee weken terug, was er al een, ook wel een plenair debat, maar dan zou men gaan stemmen over de onderwerpen die aan de orde zouden, aan de orde moeten komen. Ja? En toen hebben wij naar alle Kamerleden die in de commissie zitten een paper gestuurd. Ja? Ja. Maar daarnaast die brief naar de voorzitter en de voorzitter moet het dan distribueren, of de voorzitter zal het gaan distribueren aan alle Kamerleden. Meneer Barfort, wij denken dat de regering, op een volgende Nederlandse regeringen, die kwestie zo interpreteert dat ze niet veel geld meer kwijt willen zijn aan mensen die in Suriname wonen. En aan mensen die dus hun rechten vanuit Suriname naar Nederland hebben meegenomen. Als je dit allemaal bekijkt, hè, het gaat om misschien wel honderdduizenden mensen die dan plotseling op de begroting van de SVB gaan drukken vanwege die nieuwe interpretatie van de regels. Nee, het is geen nieuwe interpretatie. Ik val u dit meteen aan in het laatste. Het is geen nieuwe interpretatie. Het is dat het al die tijd moedwillig en kwaadaardig opzettelijk verkeerd is geïnterpreteerd. Ja? Wij praten nu nog niet eens over het geld. Wij praten over het recht dat de mensen is ontnomen. We willen dat recht de mensen weergegeven wordt. Dat de mensen weer hun rechten krijgen die ze toen hebben opgebouwd. Ja? En wanneer die rechten zijn gegeven, dan gaan we over het geld praten. Over de smaak valt er niet te twisten. Over de prijs kunnen we altijd nog praten. De minister heeft zelfs in zijn brief aangegeven dat het gaat om 76 miljard. Wij vragen ons af hoe de minister aan dat bedrag komt. Ja, ja. Want wat wij hebben kunnen calculeren, ja, aan de hand van onderzoeken, ja, dan trek ik het even naar mij toe die ik persoonlijk heb gedaan. Ja. Ja, dan komen wij op een bedrag van minimaal 27 miljard. Dus dat wil zeggen, als de minister aangeeft 76 miljard, dan is die 27 miljard van mij helemaal juist. Meneer Belfort, er wordt thans een politiek traject bewandeld om te komen tot een oplossing. Hebt u in het verleden overwogen om een rechterlijk traject te volgen om de zaak voor te leggen aan de rechter in Nederland? Het politiek traject is eigenlijk nodig voor de wijze waarop wij een oplossing willen. In het verleden zijn er rechtszaken geweest. Eén keer heeft de rechter zelfs aangegeven dat de zaak verkeerd is ingevlogen. En dan gaan wij aan de hand van de uitspraak, ja, gaan wij verder onderzoeken van wat zou daarmee bedoeld worden. En inderdaad, ja, al die tijd is dus de Sociale Verzekeringsbank voor het gerecht gedaan, is een uitvoering. En daarnaast, want er zijn meer dan 200 zaken geweest, tot aan de Hoge Raad hier, een van de adviseurs van Hoop heeft aan de Hoge Raad hier gediend en iemand anders heeft tot aan het Europees Hof gediend, maar kreeg daar geen rechtsingang. Ja? Waarom? Omdat steeds Nederland voor het gerecht werd gedaagd. Maar Nederland is al sedert 15 december 1954 geen staat meer. De staat Nederland heeft bestaan tot en met 14 december 1954. De staat Nederland had de koloniën. Ja, Suriname, de Nederlandse Antillen, Indonesië, ja, en noem maar op al de koloniën die ze toen hadden. Maar die staat Nederland, omdat de VN heeft geëist dat vooral de kolonisatoren geen koloniën meer mochten hebben, is Nederland overgegaan tot de vorm Koninkrijk der Nederlanden. En dan zijn ze opgehouden te bestaan als staat. En ze hebben zich ingebracht in het Koninkrijk der Nederlanden, samen met Suriname en de Nederlandse Antillen. U kunt het zo vinden in het statuut 503-596, ja, 503 van 28 oktober 1954, het staatsblad, en 596 van 29 december 1954. Maar meneer Belfort, er worden wel vaker gewoon rechtszaken hier gevoerd tegen de staat Nederland. Of tegen de Nederlandse staat. Ja, maar dan gaat het echt om Nederland. Maar wij gaan, als wij geen gelijk krijgen, ja, als op het moment in het debat in de Tweede Kamer het niet
wordt behandeld zojuist als de wet dat verwijst, dan gaan wij het staatshoofd van het Koninkrijk der Nederlanden, ja, die gaan wij aanschrijven. Want het is dan zijn pakje aan om aan te geven van, wilt u de zaak zodanig afhandelen zoals ik de kroon het in 1954, 56 heb aangegeven. Wilt u dat? En als we daar ook geen gelijk halen, dan brengen wij... Maar de kroon of de koning handelt onder ministeriële verantwoordelijkheid. Dus dat is heel wat anders. De ministeriële verantwoordelijkheid is als de koning iets zegt of in het openbaar zegt, dan is de minister-president of is de desbetreffende minister verantwoordelijk. Maar hij is nog altijd staatshoofd. Ja, maar hij heeft dus vooral een ceremoniële functie. Hij heeft niet die politieke ruimte om zelfstandige, eigenstandige, laten we zeggen, uitspraken te doen waaruit verplichtingen zouden kunnen voortvloeien. Hij heeft het wel. Hij heeft het wel staatsrecht geweest, omdat het als een wet, ja, niet door de koning getekend is, niet door de kroon getekend is, heeft het geen rechtskracht. Ja, daar is zijn kracht. Dus en daarop doelen wij. Ja? Meneer Renfrem, we hebben weinig tijd over. Hij heeft geen inspraak als zodanig in het dagelijkse gebeurde. Ja? Oké, okay. Maar meneer Belfort, we hebben weinig tijd over. Ik zou u toch willen vragen, hoe zit het nou? Want u gaat daar naar die Tweede Kamer, u gaat ook luisteren. Maar hoe zit het met de samenwerking tussen al die groepen? Want er staan dat hij brokken, hoe Nicky vaak. Hè? Als we geen samenwerking hebben tussen al die Surinaamse groepen, hoe zit het daarmee? En wat kunnen de Surinamers doen om te ondersteunen in deze, dat jullie die zaak winnen? Ik roep alvast al de verschillende groepen op om contact met ons te maken, omdat wij proberen hun contactgegevens te krijgen om desnoods via de mail, ja, onze standpunten en onze inzichten te delen. Ja? In ieder geval een vuist maken, ja, omdat wij gaan voor hetzelfde. Ik geef het zo aan, ja, je kan niet op jacht gaan met zware patronen op zo'n Surinaams in Okangwa Onti Nanga Bofrulai. De Yoshi Aguti, de Soet Aguti. Aguti is wat wij noemen die kleine konijnen in Suriname, die wilde konijnen. Aguti. Wat Aguti na Wande Nyang. Abofru na Yari Nyang. Ja? Dus laten we bundelen Poetro Abofru. Maar kom nog wat ik Aguti. Want er zijn nog altijd ook exponenten, individuele personen en organisaties, die wel goedkeuring willen geven aan de AIO. We zijn ook voor de verruiming van die AIO. Maar we willen dat het gat wordt ingevuld. Ja, die AIO, de verruiming van de AIO is Aguti. Ja, is Aguti, is een kleine konijn. We willen, is een haas. Nee, we willen die buffel. Ja, die buffel willen we omslaan, want die is langer eten. Ja, dus dat we moeten gaan voorkomen dat wij, ja, op deze wijze om naam te dragen van we hebben kunnen regelen dat mensen nu, want de verruiming moet gaan inhouden dat mensen langer dan ongeveer zes maanden op vakantie kunnen gaan, dat mensen hun vermogens tot een bepaald bedrag niet hoeven op te geven, maar het gat van ze is daar niet ingevuld. Ja. We willen dat ook, ja, dat mensen langer op vakantie kunnen gaan, dat ze voor het verkrijgen van de uitkering, ja, niet al hun vermogens, of verplicht zijn hun vermogens op te geven, die soms niet eens boven bepaalde bedragen komen, daar zijn we ook wel voor. Maar we willen zeker dat het gat dat gegraven is in die mensen hun rechten, dat gat wordt ingevuld met datgene dat eruit is gegraven. Ja? Ik wilde ook een oproep doen aan mensen om donderdag aanstaande naar de Tweede Kamer te komen? Wij adviseren de mensen, we adviseren de mensen om zoveel mogelijk in de Tweede Kamer te komen. En dat kan alleen met de huidige COVID-maatregelen door registratie. Op de website van de Tweede Kamer, ja, bezoekers.tweedekamers.nl, kan men registreren om een e-ticket te krijgen om naar de Tweede Kamer te komen. Er zijn twee blokken. Het is van 10 tot 14, van 10 tot 2 uur. Ja, eerste blok is van 10 tot 12 en tweede blok is van 12 tot 2. Ja, en dan moeten de mensen apart voor beide blokken registreren om in de Tweede Kamer te zijn. Mochten de zalen die beschikbaar zijn gesteld, dat de mensen het op schermen kunnen volgen, vol zijn, dan registreert men gewoon om als bezoeker in de Tweede Kamer te zijn.
We willen de Tweede Kamer zoveel als mogelijk, we adviseren de mensen om het zoveel als mogelijk zwart te maken. Dat wanneer de Kamerleden en wie dan ook in de Kamer loopt, dat men ziet dat het menens is en dat wij steeds opkomen voor onze zaken. Ja. Want dit hebben wij gedaan vanaf 3 februari, 19 februari en alle andere momenten. Goed, meneer Belfort. Ik heb nog... Nee, oké. Meneer Belfort. Ja, ik luister. Ja, gelet op de tijd moeten we het een punt zetten achter het interview. Ja. We wensen u succes in de eerste plaats met de opkomst donderdag aanstaande. Ja. En ook succes met uw strijd voor het realiseren van de gelijke rechten wat de AOW aangaat. Ik wil de mensen ook meteen aangeven, ja, ik Dennis Belfort, ik heb niet eens die rechten waarvoor ik opkom. Tijdens de onafhankelijkheid was ik 12 op weg naar 13, dus ik heb geen AOW gehad. Ik kom gewoon op voor het recht. Mijn AOW-rechten begonnen te lopen in 1998, toen ik in Nederland kwam. Ja, ik heb geen rechten opgebouwd in Suriname, maar de mensen die hun rechten hebben opgebouwd. Dus er is geen persoonlijk belang hierbij. Oké, dank u wel meneer Belfort. En wanneer de actualiteit daartoe aanleiding geeft, gaan we u weer contact met u maken. Dank u. En ik ben er voorbereid. Ja, dank u. Ja? En succes. Ja. Oké. Okay. Ja. Goed. Dag. Ja. Fijne avond. Dat was de heer Dennis Belfort van de organisatie HOOP. En de organisatie wil een gelijktrekking van de AOW-rechten van Surinamers en andere ex-rijksgenoten met de mensen die hier vanaf hun 15e gewoond hebben.